En vorige week leerde Spekels over kleurentheorie. Ik snap het nog steeds niet, maar ik vind dit er leuk uitzien. Ah, ja! Hey, doe dat op je eigen schilderij. Prima. Ik vind het prachtig. Vertrouwd, maar dan nog beter. Wauw. Ja. Huh? Wat? Ik schilder al mijn selfies. Huh? Swag! Het gebeurt! Kom! Ik maak jou later wel af. Nog één. Mooi. Nu zie ik echt je creatieve proces. Ik ben een artiest, of ik dacht dat ik dat was. Ik praat wel even met Swag, artiest tot artiest. Wat je nu ook voelt, je moet er op een andere manier naar kijken. Verander je perspectief. Bijvoorbeeld... Voilà. Hey, misschien... Van extra naar extra extra. Swag, jij bent echt een creatieve queen. Ik schilder gewoon wat ik voel. Ja, en zo maakt een queen nou kunst. En jouw kunst maakt jou een queen. Bedankt. Party all around the world, party all around the world. Laat me je zien glanzen als goud. Wauw, Swag! Ah, bedankt, bedankt, bedankt! Swag, je bent de beste! En hier begint dan jouw couplet, Royal Bee. Zing maar gewoon iets. Je kunt het, zus. Ik ben helaas niet de rock queen, maar hoop dat je kunt zien dat... Jij kan dit. Ik ben helaas niet de rock queen, maar ik tel wel voor 10. Dus rock maar mee, misschien. Oh, het spijt me, queens. Ik weet niet waar mijn hoofd vandaag zit. Maar mijn creatieve flow is er echt even niet. Zeg me niet dat jij ook al een writersblok hebt. Ik durf het niet hardop te zeggen. Maar dat heeft ze 100%. Zullen we het anders omwisselen? Swag kan met ons jammen en Royal Bee kan wat kunsttherapie doen. Is dat een idee? Ik ben wanhopig op zoek naar inspiratie. Ik ook. Voilà, ik ben klaar met mijn meesterwerk. Ben je nou al klaar? Dat is echt een vet coole wolk. Het is een boom. Nou, ik vind het erg mooi dat de boom zoveel verschillende kleuren bladeren heeft. Zoals al die roze bovenaan. Dat is Neon Kitty. En dat de lucht zo superdonker is? Echt gruwelijk. Heel erg grunge. Het zou een zonnige dag moeten voorstellen.
Dit is geen kunst. Sterker nog, ik voel me minder artistiek dan ooit tevoren. Je denkt er te veel over na. Creatief zijn zou leuk moeten zijn. Meestal wel, ja. Ik heb echt geen idee waarom het nou zo moeilijk gaat vandaag. Ik denk dat je te hard bent voor jezelf. Je vindt het leuk om te schilderen, toch? Ik zag je lachen toen je bezig was. Ja, ik ben er helaas alleen niet zo goed in. Dus? Niemand veroordeelt ons hier. Dus dit is de plek om risico's te nemen, plezier te maken en ervoor te gaan. Swag, wat is er aan de hand? Wat hebben we verkeerd gedaan? Oh, wat doen jullie hier? Het had een verrassing moeten zijn. Een verrassing? Nou ja. Ik was bezig met portretten van mijn favoriete House of Surprises herinnering met ieder van jullie. Aww. En daarna zou je ons verlaten voor een nieuwe hangplek. Oh, ik had een aparte plek nodig om te schilderen en om het een verrassing te houden. Kijk, dit was toen je me op het dak liet schilderen, Royal Bee. Dit ben jij in de game die je had meegebracht, Lady Diva, BB Driver. Dit ben jij op ons spookachtige logeerpartijtje, Neonlicious. Oh ja, ik slaap inderdaad met mijn hoed. En jullie twee? Ik heb het vermoeden dat jullie achter dit kleine drama zitten. Nou, het was eigenlijk vooral haar idee. Oh. Oh nee! Oh, oh, het spijt me zo. Je zei pak wat je wil. En dat zag eruit als een echte fles. Ik bedoelde, pak wat je maar wilt in de keuken. Oh, ik repareer het. Wij helpen je. Oh, fijn. Het gaat vast makkelijker als we het samen doen met z'n vieren. Oh. Het spijt me echt enorm. Oh, het geeft niet, joh. Het is leuk om dit samen te doen. Nou, ik wil alleen maar zeggen dat... Laten we beginnen. Herinner ik me weer waarom ik dit de eerste keer in mijn eentje deed. Terug aan het werk. Het klopt nog steeds niet. Ik ben bang dat ik het weer neer moet halen om het opnieuw te bouwen. Dat is onacceptabel. We hebben een nieuw plan nodig. Verpletter het gewoon. Geen gepletter meer. Maar je zei dat je alles zou doen wat nodig was. Hebben we dat daarheen verplaatst? Ik ben niet degene die de muur heeft verpest. Oh, de toren steekt gewoon uit. Dus we moeten het gewoon terugduwen. Gewoon? Nog een beetje verder. Welkom, vrienden. Dit lijkt misschien wel op een gewone hoop zandkorrels. Maar dat is het niet. Oeh, zit er soms een schat in verstopt? In zekere zin, ja. Oeh, ik wil op schattenjacht gaan. Nee. De schat is wat we met het zand beeldhouwen. Want kijk, zand op zichzelf is miljoenen piepkleine rotsen. Maar... met wat graven en wat tuigage en veel water verhardt het zand en verandert het in iets geweldigs. Oh, we bouwen zandkastelen! Dat klopt. Welkom bij MC Swag's Zandkasteelfeestje, waar ik drie van mijn favoriete dingen combineer. Feestjes, zandkastelen maken en ikzelf. Pak een emmer en schep, iedereen. Laten we zandkastelen maken.
En onthoud, het kost veel werk om een zandkasteel te maken. En het kan afbrokkelen op elk moment. Dus niet die van anderen aanraken. Maar neem zoveel foto's als je wilt. Veel plezier! Kijk eens wat de kat mee naar binnen heeft genomen. Een gigantisch katkasteel. Wauw. MC Swag is zo getalenteerd. Ja, dat is ze. Dat is ze. Wow. Al je zandkastelen zijn geweldig. Ze vertellen echt een verhaal. Wie van jullie wil er mee op reis naar 's werelds grootste tas? Onder het genot van een boba. Wat is er gebeurd met Neon Cutie's Boba Zandkasteel? Bonbon. Hè? Het zandkasteel. Oh, nee! Bonbon, je gaat niet geloven wat MC Swag heeft gedaan. Kom mee! Bonbon, daar ben je. Ik ben blij dat je terug bent. Wat is dit allemaal? Je grote haarcatastrofe inspireerde me om een nieuw soort zandkasteel te bouwen. Kijk maar. Nu kunnen we allemaal groot haar hebben. Wauw, dit is geweldig. Maar ben je niet boos? Ik weet dat je het niet expres deed. Ja, ik let er niet goed genoeg op. Het spijt me echt. Ik heb wat gebroken koekjes meegenomen ter ere van de gebroken zandkastelen. Bedankt. Deze smaken geweldig. Echt waar? Ja. Wil je op de familiefoto? Echt waar? Ik bedoel, ja, absoluut. Zeg, zandkastelen! Zandkastelen! En daarom hou ik van neonkleuren. En vooral roze. Tenzij het soms zonnig en oranje roosje is, dan vind ik het niet mooi, maar prachtig. Waar wil je het nu over hebben? Oeh, onze lievelingsdieren. Spoiler alert, ik hou van ze allemaal. Ik ben niet zo'n prater. Het is ons gelukt. Het is een meesterwerk. Ah, ik denk dat het niet jouw stijl is, hè? Ik had het kunnen weten. Wil je een cool verhaal horen? Het gaat onder andere over de klemper. Ga door. En toen stopte de klemper ermee en waren we gestrand in de woestijn. Je loog niet toen je zei dat je niet zo praten bent, hè? En wat gebeurde er toen? Toen hebben we de klemper helemaal hierheen geduwd. Wow. Rijd je maar voor, Gas and Go Girl. Dit zal je dag helemaal goed maken.